Today. Verandering op basis van feitenmateriaal. Orange Day wordt op elke 25e van de maand herdacht. De achterliggende gedachte is om wereldwijd geweld tegen vrouwen en meisjes te verminderen en uit te bannen. Om vanuit verschillende invalshoeken een duidelijk beeld te verkrijgen in de mate en de omvang van geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd en vooral in Suriname, is het van belang om te beschikken over data en informatie, zegt Stephen Powell, beleidsadviseur op het bureau Gender Aangelegenheden, BGA, van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.